Mijn naam is Maurice Dier en ik ben hoofdfacilitaire zaken van Cumulus. En over iets minder dan een uur gaan we met een schoolvoorstelling beginnen. En nu aan het werk. Kom, lopen we even door het gebouw. We zijn in het gebouw van Cumulus Herbenenstaat. Afdeling Beeldend zit hier met name, afdeling Dans en Theater. We hebben zo wekelijks zo'n 1000 cursisten alleen voor de afdeling Beeldende Kunst over de vloer. Dan komen er ook nog een 400-tal voor de afdeling Theater bij en een 400-tal afdeling Dans, alleen in dit gebouw. De reden is dat ik eigenlijk iedere dag alle kunstvormen die Cumulus eigenlijk verzorgt, faciliteer. Dus dat kan gaan over het verzorgen dat er hier genoeg klei is, totdat een voorstelling van de afdeling Theater op het Mozartterrein gefaciliteerd wordt. Ja, in de breedste zin van het woord. Dit is mijn kantoor dan hier, waar ik van alles uit bestier, zal ik maar zeggen. Dit is wel leuk, dat is een schilderij wat uit de BKR-regeling gemaakt is. Vroeger was er een regeling voor docenten of afgestudeerden van de academie, dat ze wel zeg maar, productie moesten leveren voor een... Om een uitkering te krijgen. En dit is gemaakt door een huidige docent die nu gewoon les geeft. En het leuke is dat de dame die model heeft gezeten ook een docent van ons is. Dan gaan we nu even naar het theater waar de voorbereidingen voor de schoolvoorstelling gaande zijn. Sorry dat ik even stoor. Dat is Fabian de Heer. Dat is mijn collega van de afdeling Kaleidoscoop. Die de bemiddeling doen voor de scholen in Maastricht eigenlijk. En de schoolvoorstellingen hier voor zorgen. Dat zijn inderdaad. Twee. En vanmiddag het Prentenpaleis. Met deze twee lieftallige dames. Ja. Ik heb alleen mijn haar nog niet op. Maar ik heb mijn haar dan ga nog wel zien. Ja, en het is juist ook leuk voor kinderen die nog nooit in het theater zijn geweest, dat ze dan door zo'n schoolprogramma toch hier naartoe komen en ook misschien gaan vragen aan hun vader en moeder. Wil ik ook naartoe? Ik wil ook een cursus volgen. Hartstikke leuk, ja. Ja, als je een theatercursus volgt, je krijgt zelfvertrouwen, je leert samenwerken, je leert hoe kan ik met mijn lijf omgaan, je leert... ligt aan wat voor cursus je doet, maar tekstbehandeling en zang en dans. Kan en als toetje op de cake, dat zeg je niet zo, maar kers op de taart, ja, zo gaan niet, ze ja. Hier ook zelf staan en staan ze gewoon voor het publiek te spelen. Dat is natuurlijk waanzinnig, ja, leuk ja. En spannend. Ja. En wat juist leuk is, je ziet vaak, mensen, ja, wij geven zelf ook wel eens theatercursus, vandaar dat we dat... ook kunnen uitleggen, is dat verlegen kinderen zie je vaak op het toneel helemaal in een rol tot hun recht komen. En je ziet ook kinderen die lekker pittig zijn die op toneel gaan. Maar dat vind ik zelf altijd het bijzondere van toneelcursussen. Dat eigenlijk alle kinderen het leuk vinden om te doen. Ja.